ga dit aan mama geven. Ja, ik wil weten hoe haar gezicht is. Van tevoren wat het is, anders eet je het niet. Nee, het is rauw vlees. Maar je moet raden wat voor soort vlees het is. Het is vis, het is niet rauw. Ik hoef dit niet. Ik kan wat ontspanning gebruiken, maar je lijkt een klein beetje op Michael Myers van Halloween. Zo dan! Moet je even zien hoe mijn moeder dit heeft voorbereid. Dit is gewoon met tabbladen. Keer twee, hè? Dus niet één, maar voor elke auto één. Zo'n ding kunnen we zeker in onze tuin hebben. Ja hoor. Is het lomp en log? Ja, maar het kan heus wel. Noorwegen, maar we gaan naar Bergen Centrum rijden. We zijn lekker vroeg de deur uitgegaan. Die vliegtuig, die vliegtuig, waren we erin. In precies die? Ja, oké. Alright. Een geweldige vismarkt zou er zijn, mooie straatjes. Ik hoop hoge en dikke sokken, want ik heb enkel sokjes aan. Ik ben de enige die blote enkels heeft. Ah, dit weer. Ja jongens, hier heb je echt verse kerstbomen. Als je hier eentje neemt, is gewoon... Pas waarschijnlijk niet eens in je huis, man. Kijk, hier een mooi watertje. Oh. Ik denk dat het ijskoud is, persoonlijk. Het is voor dus de Noorse mensen is het dus best wel lekker weer. Want ik zie mensen met teenslippers, hele lichte jasjes, weet je, zomeroutfits. Maar ik heb het gewoon fris en mijn enkels hebben het koud. Dus we gaan kijken voor sokken hier, Frank. Zoals ik al zei, Noorwegen is duur. Eén paar sokken, 4 ekkies. 4 euro dus. Maar weet je, it's much better. We komen nu aan bij een hele beroemde vismarkt hier in Bergen. Voor een vegetariër. Ja, het is een uitdaging. Wow. Want we weten allemaal, als je een kraam ziet met kibbeling, denk je, hey, even snel, snack. En nu is het voor mij, hey, even wegdraaien met je hoofd. Zoals jullie weten, heb ik eerder aangegeven dat ik af en toe een moeilijk moment heb. Maar I'm still going strong. Dit is dit. Oh jee, oh jee. Hallo, welkom in vlog nummer 1 van de. Hoe noem je het? Skeer geheboiki. Maar heb je er zin in? Ik geniet. Is wel lekker, hè? Ik geniet, hoor. Ik geniet van de rust. Ik geniet van de omgeving. Ik geniet van de Noren. Nou, we zijn nog niet heel veel in contact geweest met Noren. Nou, ik al een paar keer, hoor. Jij zit altijd niet op te letten, maar ik heb al een paar... Ook contact gehad. Ja. Tijdens het kopen van mijn sokken net, hoor. Dat was het enige contact. Maar, ik moet zeggen, eerste indruk was meteen top. Rot op, hebben ze balvis? Is dit Will? Wow. Ik zie gewoon Will. Holy F. Is Will. Is dat niet een bedreigd diersoort? Zijn walvis niet een bedreigd diersoort? Of ben ik nou helemaal lijp? Nee, ligt er aan wat voor. Oh, ligt er aan wat voor. Oké. Volgens mij heb je hier op bepaalde zee heb je wel gewoon. Die zijn hele scholen. Nee, die. Hoe heet het? Praat dit maar goed, ja. Nee, maar ik snap het heel snel dodens van dieren. Maar ik weet dat ze in sommige delen mogen ze. Vanwege de overpopulatie. Oké. We zoeken het op. Oké, ja. Als je het niet zou zeggen, zou je het ook niet weten hoor, dat het walvis is. Nee, je zou denken een stukje in biefstuk. Voor de dierenliefhebbers, ik heb het heel even opgezocht. Jurek had gelijk. Het is de dwergvinvis waarop gejaagd wordt. Hij is hier in overvloed. En daarom is het niet illegaal. Dus de uitleg was dit? Top, on point. Alleen ik heb begrepen, het was niet zo lekker hè? Het proeft ernaar? Droog. Droog? En niet tonijn. Lever. Lever. Het zit toch achter in mijn keel ook? Bah. Ik moet water hebben. Ja, zie je? Oké. Nou. Maar het is niet vies hoor, dat zeker niet. Ik ga dit wel. Jawel, het is wel vies, want je hebt water nodig. Ik ga dit aan mama geven. Ja, ik wil weten hoe haar gezicht is. Ik ga niet zeggen wat tevoren wat het is, anders eet je het niet. Nee, maar ik denk ook niet dat ze gaat eten als je zegt hier heb ik wat. Ik ga niet zeggen wat het is. Ik zeg hier vlees. Waarom is het rund zo lekker? We zijn op een vismarkt. Speciaal, ik denk dat ze erin trapt wel. Oké, nee. Tonijn gebakken in. Oh, is speciaal gemaakt, is een delicatesse. En daarom is het zo bruinig en het is zalm. Maar je moet proeven, zeg maar. Ah, oké. Ik zal gewoon het woord zalm niet zeggen. Nee, maar dan. Even, proef dit visje. Proef dit en raad welke vis het is. Zullen we het zo doen? Ja. Waar is ze? Waar is ze trouwens? Ja. Kom dan. Je moet dit proeven. Nee, is rauw vlees. Nee, is niet rauw. Kijk dan. Maar je moet raden wat voor soort vlees het is. Dit is vis, het is niet rauw. Ik hoef dit niet. We mochten het proeven. Nee, ik er niet, maar zij mocht het proeven. Het is geen rood, het is helemaal gebakken. Is garnalen, het lijkt op garnalenpasta. Nee, maar nee, ik hoef het niet. Kijk! Ik hoef het echt niet. Proef het! Brianna lacht, dan wil ik het ook niet meer.
Ik zit bij Jana lachen, dat denk ik wel. Ja, proef je. Maar ze willen weten wat u van die smaak vindt. Smaak. Nou, dat doe je bij mijn zus niet hoor, die trappen niet in. Smaak. Doe dat, bent u. Ga nou, doe nou. Het smaakt een beetje naar... Naar haring. Proef. Proef, proef. Nee, naar haring ook een beetje. En, oké, dan zeggen we, het is walvis. Eet het. Jij als ik ben... Dat ik walvis. Nee. Nee, deze ben ik niet. Ik heb het opgezocht. Hier mag op gejaagd worden. Het is niet een bedreigde walvissoort. Hij is in overvloed. Maar ik heb het niet geproefd. Want, ik ben vegetariër. Stel maar een vraag. Nee, jij was gezegd. Ja, jij wil mij. Ik had het net ging weigeren. Zeg hallo, papa. Ik ben aan het filmen. Oh, sorry. Oké, ik ga doen alsof ik heel erg wakker ben. Hallo, wie bent u? Mijn vriendje Dien. Oké, en wat ben je nu aan het doen dan? Filmen. Ik ga wel even meedraaien met je. Zeg het dan. Oké, Frenkie Dien, waar gaan we nu naartoe? Krijntje. De trein. Gaan we naar de trein? Naar de krijn? Dat is vreemd. Hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we dat doen? Ga met de trein omhoog. Hij rijdt daar. Kijk hem daar. Boven. Kijk naar boven. Helemaal zie het niet. Helemaal naar boven op die berg. Is een klein treintje omhoog. Ja, en dan gaan we dus in. Dus. Ze zeggen, let's do it. Vind je het? Jezus. Het is een achtbaan. Het is geen achtbaan. Oh. Nee, zo noemde ik de snelle attracties in Plopsaland. Ik zei, het is geen achtbaan, het is een hele snelle trein. Wat doen we hier? Wat is hier aan de gang? Oh, worden foto's van ons gemaakt. Oh, dit ziet toch niet? We zijn donker en in een donker steegje. Wellicht. Ik zie je toch niet, ja? Meneer Kos, even tevoorschijn. Dit gaat lang duren. Oh, jee. Waarom per se mijn oom, om Johnny, die vroeg gisteren aan jou hoe je hartjes deed op je telefoon. Ja. Hij wilde weten hoe je een groot hartje in een WhatsApp-gesprek kan sturen. Maar ik legde hem uit, stuur alleen het hartje. En toen keek hij me echt aan. Wow, hij zich beweegt ook. Ja, Johnny. Dus, nou ja, weet je. Er is hier wifi, jongen. De trein. Dit is een ander soort trein, hè? Is de andere trein. Niemand doet mee. Leuk. Ja, laat maar, weet je. Kijk dan. Dus je gaat de berg op, achterwaarts, dan ga je langzaam naar beneden. Dat is puntje. We hadden een klein beetje akkefietje met hier een paar toeristen hier op de achtergrond. Die waren aan het drukken. En ja, ze waren feisty. Mijn schoonmoeder werd ook een beetje feisty. En mijn tante ook. En het werd heel erg wild. Maar het kwam erop neer. Wij waren als eerste hier bij het eerste bochtje. Moest je een paar aanspreken op hun gedrag? Ja. Rest die bij de matten met ze. Daarom zijn we gekomen hier. Ze zijn echt onbeschoft. Oh, daar gaan we jongens. In de loft. En dan laat hij in één keer los. Hè. En dan ga je als een rotgang naar beneden. Het zou wel tof zijn. Ja, nou nee. Niet als het niet de bedoeling is. Oh, ik zit niet eens in beugels, man. Ik sta gewoon hier. Wauw, wat een uitzicht. Het is mooi, hè? Ook dat is Chinees. Ja, ik heb het gemakken met. Best wel veel zijn het ook. Ja? Zijn ze met meer dan ons? Ja! Echt heel erg mooi. En wij dachten maar, er zitten niet zoveel huizen op elkaar, maar toch best wel wat. Daar gaan ze hoor. Mobieltjes out. Beautiful, beautiful, beautiful people. Wat gaan we nu doen? Ja, eruit. Weer foto's maken. Ik wil nog een keer. Ja, we gaan straks naar beneden, maar dan heel snel. Wauw. That's a view. Kijk even. Wauw. Frenkie, wat vind je ervan? Ja, dit is zeker hoog. Maar je mag niet eraf springen. Nou, zullen we het niet doen? Nou, dan ben ik Superman. Hij gaat gewoon vliegen hoor. Nou, we testen het niet hier. Nee, gekkie. Niet zo. Jawel. Nee. De hele meute is weer in het huisje. Ik heb dat hoor je. Ja, dat hoor je. Sorry, jongens. Een beetje kalm. Dan kom je voor mijn rust, man. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Ik ga douchen. En dan ga ik even in het stoombad. Frank, hallo. Ga jij ook mee stoom of wat? Oh. Volgens mij. Oké, hij moet eerst even in mijn beuk. Wie kan dat? Wat doe je, man? Wil dat toe? En nu? Zo. Kom, als je dit je reactie is in het leven, wanneer je ergens vast zit. Het is wel een goede acteerder, dat is waar. Oké, wat is jouw goal? Wil je acteren? Oh god. Oh, kijk hem. Oké. Frenkie, ga je mee stomen of wat? Met je voetjes op? Maar wacht,
als jij gaat douchen, dan ga ik stomen. Nee, ik ga nu douchen. Kom dan. Wakti? Wakti, zegt hij. Kill. Vriend. Ja, echt, echt. Oké, nu gaat het. Oh, nu wordt het echt. Nu wordt het. Oh jee. Mikado, wat ga je. Zo, nou. Waarom zo dicht bij die muur, man? Nou. Niet schrikken, jongens, niet schrikken. Dit is geen overval. Dit is geen overval, dit is gewoon. Nee, ik heb dit. Ik weet niet of het werkt. Ik ga het gewoon doen. Wat lach jij? Hallo, ik kan wat ontspanning gebruiken en extra voeding. Maar je lijkt een klein beetje op Michael Myers van Halloween. Zo dan. Ik ben... Oké, pas je op. Ja, val. Val van angst. Ik weet het, het ziet er nu niet uit, maar het is dat... Mag ik dit aanraken? Nee, je raakt niks meer aan, want je weet wat daarvan gekomen is. Je hebt ook je klauw verbrand. Hè? Oké, doe zachtjes. Zo aangeraakt, heel boeiend. Ja, het ziet er... Als dit naast je bed staat, zagen? Zo. Hé, niet meer slapen. Nee hoor, ik zal niet zien dat jij het bent. Ik zal gillen. Wel, ik ga even... Oké, ik bewaar deze. Is leuk voor vanavond. Even kijken. Volgens mij is er hier iets gaande. Oh god. Daar zijn ze hoor. Iemand heeft zo zin om in de jacuzzi te gaan. Hij vraagt wel de hele dag. Wanneer gaan we... Ja. Nou, geef maar aan. Geef je badjasje maar aan je moeder. Zo min mogelijk in. Waarom zo ver? Is het te warm? Ja, lekker. Kom jij niet met ons? Hij vroeg ook ja, van mama. Ja, nee, ik... Hij vroeg van mama. Ja, morgen misschien. Wat is je over voor je kind? Dat is alleen maar... Veel. Kan je mijn bril pakken daar? Tuurlijk, lieverd. Hé, je hebt hem verkeerd. Nou, zoek het uit. Kom dan. Ja, dan natuurlijk wel de... Nou, subtiel ook dit. Ja, echt hè? Jezus, schat maar. Zit hij goed? Ja, maar. Nou, ga erin met je zoon. Het wordt echt lekker, hoor. Nou, goed zo. Maar hoe zorg je nou dat iemand voor mij met de handen komt straks? Is je mobiel hier? Nee. Oké, dat is balen. Maar dit is lekker. Nee, ik ga je mobiel geven, dan kan je ons een belletje geven. Nou. Ja, nee, klopt. Maar je moet mama komen of niet? Ja, ik kom er anders. Er komen er betere dagen aan dat het niet regent. Nee. Heerlijk. Ja. Nou, er zijn nog andere dagen. Het hangt er niet vanaf vandaag. Meteen ben jij de moeder die... Ik pak je mobiel. Ik kom terug. Wacht, ik kom terug. Oh jeetje. Nee jongen, ik heb het koud. Ik bedoel, ik vind het binnen lekkerder. En ook als het daar warm. Je weet zelf hoe het is. Als je uit zo'n jacuzzi komt. En Nee. Natuurlijk, je komt in een warm huis. Ik weet het. Maar ik heb gewoon heel veel aan en ik vind het fijn. Kijk, hier ligt je telefoon, lieverd. Dit is even boys only. Heb even goede gesprekken met elkaar. Geniet ervan. Dankjewel. Ja, alsjeblieft jongen. Dat is lekker hoor. Je belt me, dan kom ik met de handdoeken. Zo'n ding kunnen we zeker in onze tuin hebben. Ja hoor, waarom niet? Schat, waarom niet? Hè? Alles kan. Is het lomp en log? Ja, maar het kan heus wel. Dit gaat nu al met helemaal. Ja, ik ga stuk. Dit is de eerste ronde. Rummy Cup met letters. Ik heb meteen al een lekkere. Nee, wat bestaat niet. Meteen al. Oké, kom. Oh, handje ervoor, slep weer eentje hoor. Hij denkt dat hij alles weet. Oké, lekker. Eerste woord, 3 letters. Puntjes. Nou, Bia, kan je iets? Laat zien dat je... Nee, kom. Hey, ze schuift. En... Nee, je moet... Je eerste moet 3, hè? God, je bent nog voorgelezen allemaal. Kijk, ik heb iets. Oh! Een hen. Hoendevogel, hebben we net... Zeg maar, wacht even. Je moet dus niet letters hier volgen. Mag, maar dan moet niet bij de eerste ronde. Je moet de eerste keer 3 dringen. En dat mag ook niet, want dat is geen Scrabble. We gaan niks aanleggen. Oh, dat mag. Niet zo, je mag wel aanleggen, maar alles is dan moet je horizontaal. Nou, oom Johnny, lekker begin. Dankjewel. Nou, niet oom Johnny. Nee, maar echt! Zo! Manoi! Oké, ik heb gewoon eentje en het is toevallig dat het hier ligt, hoor. Nou, is echt per ongeluk. Oké.
vogels. We zijn weer awake. En ook al heb ik gezegd dat ik deze vakantie weer helpt. Het is nog niet gelukt. Het is nog niet gelukt om heel gezond te eten. Het is ook niet gelukt om te bewegen. Maar hier gebeurt het volgens mij wel. Ja, Bria, je doet het echt goed, jongen. Kijk, Brianna doet dus wel heel fanatiek. Hier wordt er iets anders gedaan. Wat ben jij aan het doen? Je bent aan haar, ben je ook aan het supporten, Brianna? Ben je er ook aan het steunen dat ze aan het sport is? Niet eens. Nou, nee. Daar heb je ook niks aan. We gaan straks wandelen, toch, met de hele groep? Ja. Misschien doen we dan rondjes rennen. Om, beter. Eromheen nog. Ga je lopen met duinen? Met zo'n ding om me heen, ja. Ik heb echt nog even geen behoefte om te trainen, jongens. Oh, wat erg. You go, girl. Victoria's Secret is waiting for you. Ik ga even... Wat? Sorry. Is dit? Nee, dit is hem niet. Kijk. Kijk. Nou, oké. Je gaat lekker, zie ik al. Meid, schrijf je in voor zo'n bikiniwedstrijd. Ik denk dat met de juiste bruinscreme heb je definitie. Nou, dag. Kijk, daar gaat ze gewoon. Ze is gewoon naar buiten verplaatst. Ze bikkelt gewoon. Wat gebeurt hier? Ellie heeft voor lunch... wat heb je op voor lunch? Nee. Gewoon chocola. Die van mij. Iedereen is lekker een serietje aan het kijken. En ik deed het ook. Ik voelde dat ik een beetje slaperig werd. Dus dan rest mij niets anders dan... Ik ga lekker naptimen. Lekker overdag. Lekker slapen. Ik hoorde net dat ze gingen wandelen. En toen zeiden ze, je kan nog een uurtje slapen. Met andere woorden van, je wordt verwacht mee te gaan. Ik hoef niet als ik niet wil, maar... Het is leuk. Even hiken, aangezien ik al niet sport, weet je wel. Dus ik ga nu tukken. En straks gaan we een mooie gebergte. Zie je? Ik kan niet meer. Later. Ja, ik hou al mijn huiskleding aan. En ja, dan word je wakker. Barend in het zweet. I don't care, because I'm on a holiday. En ik heb genoeg deo bij me. De powernap was kort, maar hij was goed. Het heeft me ook klaargestoomd voor de hiking. We zijn nu aan het lopen. We gaan straks nog wel van dit hoofdpad af, hoor, want we willen gewoon in de nature gaan. Oh, we stoppen. Is iets wat we moeten zien? Qua wild dier wat we hier kunnen treffen, het is onbekend. We zullen dingen treffen die we nooit eerder gezien hebben. Denk aan gestenigde. Jongens, je ziet wel veel auto's hier in de vrije natuur, hè? Wel weer terug? Oké. Ik snap er helemaal de ballen van. We zijn gesplit met de groep. Want de rest vond het toch niet zo leuk dat we langs de weg liepen. Zeg, ik wil eigenlijk gewoon meer into the nature. We zagen net iets van een zijpaadje. Dus hij zegt, ik ga daarheen. En Hannah zegt, nee, want ik heb je niet gezien op de kaart. Dus nu staat Brianna een beetje in tweestrijd. Want Brianna denkt, oh nee, wat moet ik nou doen? Hè? Mijn moeder zegt, Brianna, kom. En mijn broer zegt, Brianna, kom. Dus ik heb al gezegd, nou, als je wilt dat ik vandaag met jou in het Rummikub team zit, kom je met ons. Dus wat lijkt erop? Ja, ze is voor ons gegaan. Lekker bezig, Brianna. Je hebt geen mening? Nou. Of ruggengraat, maakt niet uit. En wel blij dat je benen deze kant op gaan. We slaan hier af. Dit ziet er gewoon best wel oké uit, weet je. Gewoon van, oké, alles komt goed. Misschien wat Pippi Lamkous wel hier ergens in de buurt. Of was zij niet Noord? Tuin hebben met een boom in onze tuin, dat zou ik echt heel graag willen maken. Maar dan ook echt eentje waar je best wel een nachtje als het niet koud is. Je bedoelt die treehouse mensen die toffe dingen maken. Ik adviseer je om het niet zelf te maken, hè? Ik adviseer dat jij nooit meer gereedschap oppakt. Ik adviseer je alsof die gedachte ook maar een beetje in mijn hoofd komt om het zelf te gaan bouwen. Heel graag willen. IKEA-kast lukt me niet eens. Jongens, deze heide vraagt om iets. Frankie, wat wil je hierin doen in deze heide? Dit is toch een huppelzone of niet? Let's get it dan! Beter bruine bonen en ik heb samen met tante morgen gewoon vegetarische variant.
apart is in dit huisje is, het zijn geen gordijnen of iets van zonverduistering. Dus we zitten allemaal vol in de zon. Tenminste, sommige mensen kunnen ervan houden of niet. Het is fel. Nou, ik ben officieel geëlimineerd met mijn eigen slaapkamer. Ik wilde Frenkie niet naast zijn vader liggen. Helemaal geen probleem natuurlijk. Hè. Voor hem is het ook vakantie. Hij moet ook doen waar hij zich goed bij voelt. Dus ik slaap vanavond bij Brianna en Elvira op de kamer in zijn bedje. En we gaan vroeg naar bed met z'n allen. Want morgen gaan we heel vroeg de deur uit. Eén iemand nog heel actief erbij. Die doet allemaal net alsof het niet laat is. Met deze gozer. Huh? Nee, niks. En jongens, het is voorbij 11. En kijk nou. Het blijft hier zo lang licht. En het is hier heel normaal dat niemand wat voor zijn ramen heeft hangen. Maar dat betekent dus dat als ik nog meer zou kunnen inzoomen, zou ik gewoon kunnen dieken bij de buren. Ja, de zon schijnt weer. Het is vroeg en we gaan de Hardangerfjord Tour doen. Ik over een val van een hoogte. Wat wou je zeggen? Nee, ga vertel vooral. Nee, ga maar doen. Nee. Het is toch een beetje spannend voor de camera. Oh jee, ik hou hem op. Ik weet dat we sowieso een waterval gaan zien. De heren achter me geen idee. Mijn schoonmoeder heeft een hele dit pakket van papier gemaakt. Maar er zijn mensen die het hebben gelezen. Zij vindt het ongeïnteresseerd. Wij zijn gewoon mensen die houden van verrassingen. Restly, weet jij het? Nee, maar ik laat me leiden. Kijk, als mijn moeder alles tot in de puntjes regelt, ga ik me ook niet meer druk maken wat ik doe. Ik moet toch wel volgen. Ja. Nee, je volgt je gewoon, je navigatie vertelt ons. De eerste stop is, jeetje, nou, Tise Bratten. En wat we kunnen zien bij de Tise Bratten, ja jeetje, waarom geen plaatjes, hè? Dat is echt handig geweest. Nou ja, jullie zien het zo, want ik kan niks over vertellen. Maar het zou geweldig zijn, mooi, we hebben beelden vanuit GoPro. Het is echt, wauw, you're gonna be amazed. Dus, oom John, heeft u nog een toevoeging? Nou, waar we naartoe gaan, wordt het een heel mooie waterval. Moet je even zien hoe mijn moeder dit heeft voorbereid. Dit is gewoon met tabbladen. Tabbladen keer twee, hè. Dus niet één, maar voor elke auto één. Ja. Exact, nee, serieus, je lacht? Nee, ik lach. Voor elke auto één exemplaar. En waarschijnlijk heeft ze nog een reserve. Want stel dit raakt glijdt, ja, dan heeft ze not. Nog één. Dus, en dan moet je zien, moet je bladen, want ja, ik ben aan het rijden. Doe jij maar niet, inderdaad, ja. Dat wil ik zeggen, ja, kijk. Je krijgt helemaal uitleg wat we niet alleen de blaadjes, maar ook dan hier, zit. Nee, wacht! Noorse verkeersaanduidingen. Oh my god! Voor overige gevaren, Annevaren, eenrichtingsverkeer en Vijskjord. Gewoon ook woorden. Ja, mochten we ons af willen vragen, wat is een kris? Is een kruising. Maar luister. En dan ook nog. Luister. Dus het is in volgorde van plekken waar we naartoe gaan. Gearceerd. Dan is het gearceerd. Maar dan is er ook nog per locatie en bestemming. De kilometers vanaf onze bestemming naar het huis, ja? De postcodes, ja? En de routebeschrijving van Google Maps uitgeprint. Stel, mijn navigatie doet het niet, dan kunnen heb ik alsnog... En dan heb ik het niet over het kaartje, dan heb ik het over volgende 300 meter, de Hesseke Herenweg. Ook dit, voor je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Verkeersborden, afhandig. Verkeersborden, dead end. Je zou maar zomaar vergeten wat het betekent, dat met het rode dingetje. Er zit echt heel veel tijd in. Er zit hier heel veel tijd in. En waarom zijn we nog steeds niet... Gewoon... Reisleider is? Reisleider, ja. Orga-vrouw. Gewoon orga. Voor alle mensen die niet weten wat orga is. Leslie, wat is orga? Want straks leg je het helemaal verkeerd uit. Nee. Wat... Orga-vrouw, toch? Orga-mens. Organacitistisch. Ja, maar nu lijkt het voor mensen die niet snappen van iets met organen. Dus nee, dat zeg ik. Leg het uit. Nee, leg jij het uit. Orga zeg je als iemand goed... Juist, die organiseert. Ja? Mag ik het wel zeggen, hoor? Orga is iemand die iets heel goed georganiseerd heeft. Dat is orga. En dat is mijn zus. Ja, grappig. Res, nog iets liefs? Love you, mama. Love you. To the moon and back. Shout-out naar Henne. Ja, shout-out. De stap die ik wel gezien heb. Yay! Ben je blij, jongen? Schiet naar de waterval! Schiet naar de waterval! Prachtig, groot, jongen! Nee, die gaan we niet doen. Nee, we gaan sowieso nergens in echt het water hier, hoor. Dat is namelijk nogal frips. Kijk, zo'n beekje hier helemaal. Wat gaan we hier doen? En dan heb je hier, bam, een huisje gewoon. Iemand die hier woont. Dat je wakker wordt,
uitzicht. Ik denk wel dat je veel moet plassen als dit je uitzicht is. Als je dit als eerste hoort, 's ochtends, 's nachts, maar niet uit wanneer. Ik denk gewoon sowieso, je blaas wordt geactiveerd. Ja, proef het, proef het. Doe het in je mond. Nee, het kan. Het is gewoon dit, dit kan gewoon. Je kan dit water wel drinken. Ik denk alleen dat je een brain freeze krijgt. Ja, weet je. Nog dichter bij de waterval. Ellie zei is leuk raften daar. Ik denk het ook. Ik denk zo, je uitdaging. Die laatste uitdaging. Zo, wat is het hier mooi. Had ik daarom mijn Khaleesi-jurk meegenomen? Kon ik even een Game of Thrones sketchje maken. Dat is toch een uitgelezen situatie. Oh, hier, ik voel ook hier water. Is het koud? Is koud, hè? Ja, is koud, hè? Oh ja, kijk dan. Spitter, spetter, spater. Dit is gewoon spa, jongens. Hier, dat is een spa. Echt, hè? Rechtstreeks uit de bron. Weet je dat? Ja, ik heb een kleding van. Pop hard. Hij komt hier aan. Trek je niet, trek je niet. Ho, pas op. Ho, ho, halt. Oh ja, dit is, ja. Oké. Okay. Dit is wel hoog, hè? Het is zeker hoog, Ellie. In alle films is het toch altijd achter de... Wat gebeurt hier? Nee, zo wil ik niet. Ik wil alleen als je het echt wil. Oh, dat wordt even... niet gedeeld hier. Wil, niet, wil je eigenlijk niet? Nou, dat ges... Ja, hier, pak aan dan. Dankjewel. Ja, je zou willen dat je met een knuffel een al kreeg, maar dat gaat niet gebeuren, schat. Wat ik wou zeggen is dus... In Disney films heb je toch altijd achter de waterval, heb je toch altijd... Daar gebeuren dingen. Ja, hier niet. Nee, hier niet. Nee, hier niet. Dat is wel... Ja, saai. Saai, man. Wat doen we hier? Een staats hoor. Met een camera. 85 jaar oud. Oh, dan gaat de secretaris assistentie. Ja. Nee, je moet het even zo doen, hè. Kom. Je moet er zelf ook op. Nee, oh jee, we gaan heel verkeerd. Oh, maar jee. Ik ben kapper geweest. Oh, de kinderen hier zijn gekleed. Alsof er ieder moment een lawine kan plaatsvinden. Sorry, dat deed ik. Mutsen, echt van die bivak. Van die kinderovervalmutsen. En gewoon helemaal dichtgesnoerd, jongen. Terwijl ik loop hier ook met de windjes. Het is een graadje of 7, het is ook oké. Of zij weten iets wat wij niet weten. En er staat iets te gebeuren, dat kan natuurlijk. We hebben veel gezien van Noorwegen. Heel veel watervallen en water. En mijn zoon eet pizza en Brianna zei, ik doe mij maar een tosti. Misschien heeft hij wel zo'n apparaat. En de beste man waarvan dit huis is, heeft zo'n soort apparaat. Holy wow. Oké, het crispiet al. Maar je hebt het niet in het midden. Wacht, oh jawel. Precies, oké, wat wordt het? Oké, wacht. Ik kom zo terug. Tas toe, jongen. Hoe proeft hij? Proef maar, mama. Nee, dank je. Nee, er zit vark op. Ik eet geen varken. Ja? Nee, hoe smaakt hij? Hoe proeft het? Hoe smaakt het? Het proeft lekker en hoe smaakt het? Dat is... Het smaakt lekker. En het proeft goed. En het is ook heerlijk. Awesome. Oh my god. En oh my... Wow. Je bent al klaar. Het is klaar. Dit is heel snel. Dat is brood. Ja, nee. Het is een tosti waffle. Nee, maar je kan gewoon een sneetje brood doen. Nou. Tosti weet ik niet per se. Wat heb je dit gedaan? Van waar komt dit? Dat is een broodje. Oh, een broodje. Ja, oh, is lekker. Ja, je ziet het en je denkt, hey, laat me die pizza gewoon niet eten. Is het wel oké? Okay? Niemand weet het. Oké, okay, het wordt... Rustig, relax. Kijk wat ze doen. Ik ging een tosti maken. Heeft u het gegeten ervan? Zonder overleg.
Dit is de politie kan hiervoor een heel erg probleem maken. Ja, ik moest even een brood testen toch? Met je tanden. Nou, de waffeltjes zitten erin en het is tijd voor. Het is helemaal niet warm. Maar de jacuzzi. Oh my god, snel. Waarom ben ik hier als het nog niet klaar is? Waarom ben ik bij die testing? Zoek het uit, man. Test het. Ik ga binnen. Oh, ze testen het per jaar. Maar het kan natuurlijk ook vanuit hier gewoon dat ik hier wacht. Heel fijn dat jullie zo erop zijn voor de hygiëne en de pH. Ik weet niet waarvoor het is, maar ik hoef daar niet te staan natuurlijk. Het is gewoon koud. Kijk, kippenvel. Het is gewoon... En dit wordt ook al verwarmd. We gaan ook daarna hierheen. Nou, als je het nog niet door hadden, wij zijn het vakantievier hoor. Dit jacuzzi bad heeft ook discolicht. Mocht je denken van, oh wat zuur allemaal. Jullie moeten straks uit het warme bad. Oh, ze is het! Ze is terug! She's back with the glory. Wat? Niet meer met ons erin gooien. Oké, wacht. Ik heb een plan. Ik heb een plan. Hoeveel van die scheppen moeten erin? Twee. Zal ik het nu al gooien in op jou? Nee! Oké, oh my god. Dit wordt heel naar allemaal. Oké, maar dan moeten we het nu eruit. Oké, we moeten nu eruit. Ik voel dit niet. Okay. Ik voel dit wel. Ik voel dit heel erg. Oh my god! Maar wie houdt dit vast? Stop! Oh my god, het is zo koud! Ja! Ah! We zijn allemaal vroeg met Veren. Het is moederdag, dus we staan met wat presentjes. Wat zeg je, schat? Nu mijn laptop dicht doen. Nee, ik zal je laptop niet dicht doen. Alsjeblieft, je eten gemaakt. Door mij. Ik had niet verwacht van mezelf. Iets kon maken zo vroeg. Het is toch gelukt. Waarom is het nu? Je wisselt de schat. Sinds wij hier met Oom Johnny is het wordt gemaakt. Waarom krijg jij een kusje en wij allemaal de vuist? Oh, dank je, lekkering. Dank je. Oh, zoveel ook. Moeder, zitten. Ja, we zitten. Ik zit. Ik ben moeder en ik zit. Met je kleffe wang ook. Het is warm buiten, man. Oké. Buiten. Het is natuurlijk moederdag. Oh ja. Surprise. Is toch elke dag moederdag? Dus we hebben wat kleinigheidjes voor jullie. En ook voor mij. En ook voor mij. Zeker niet. Heb ik er twee? In welke volgorde moeten ze wat opdrachten? Oh ja, Link is ook moeder, hè? Ja, een tijdje al. Al zeker 4 jaar. Wat draag je dan ook als moeder? Nou, zeg. Ja. Dat is dan de les. Ja, maar? Gaat het geven, meneer? Als ik weer terug ben. Ja, dus. Doei! Ik moet gewoon heel snel overheen stappen ook. Heel snel overheen stappen, doet je niks. Eigenlijk is het ook restjes schuld. Hij had het niet te pakken. Waarom zo hard gelachen wordt. Oké, we gaan. Chop, chop. In de andere auto, in de bus. Ik moet zeggen, hier hangt een andere sfeer. Meer vrouwen ook wel. Tuurlijk. Gemoedelijke. Ik word niet zo opgejaagd als achter het stuur zit. Kom hier eruit. Ik word wel geconfronteerd met het feit, ook al is het moederdag, dat mijn zoon natuurlijk weer met zijn bestie de hele dag gaat spelen. Wat zit je te doen? Nienke. Kusjes te geven aan iemand. Rianne, en je geeft ook je hand. Jij kan ook een halt hier naartoe roepen, weet je wel. Ja, oma. Waarom denk je dat je zo hier blijft? Ja, vanwege Bea. Want je kon ook. Nee, het is gezellig. Stinken. Ah! Oh.
Een camper! Camper, 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 camper. We gaan er niet in. Ik weet niet waarom je zo enthousiast erover raakt. Ik doe dat. Ja, Brianna trekt je even aan. In de, even, oest, even strak hier, riem. Ik heb gisteren gereden, oma. En ik raad het iedereen af om te rijden naast Leslie. Dat doet pijn, hè? Want je wordt erg, ja, alsof je op examen bent. En doordat je dus zo gestrest gaat rijden, maak je nog fouten ook. En domme fouten. Pakte gewoon even, nou, ik pakte bijna een rood stoplicht. Dat soort dingen. Ja, echt domme dingen. Dus je voelt je zo. Ik was aan het zweten gewoon. Ik heb het nooit heet in mijn leven nooit. Nou, ik was aan het zweten in die auto. Ik was uitgestapt. Henna, ik heb het overwogen. Toen bij die file. Ik was uitgestapt. Ik heb bij die file gedacht. Toen zei ik, ik stap uit. Hè. Toen dacht ik, zal ik het doen? Maar toen dacht ik, dan ben ik. Nee, maar dan zit ik met drie mannen en dan ben ik de dramatische vrouw. Doen. Oké. Doen. Nou, oké. Okay. Advies voor iedereen. Oké. Kalm dan. Aan mijn kant? Ja, wat ik zeg. De sfeer zit er goed in. We doen een kleine tussenstop. En dit is tot zover het mooiste uitzicht wat ik heb gezien deze vakantie. Wauw. Kijk hoe mooi. Dit is adembenemend hoor. Prachtig. Verdwijnen uit het beeld. Ik zal je een klein setje geven. Kijk maar wat zij ze aan het doen zijn. Heel mooi uitzicht. Dat zijn we aan het bekijken. Mooi, zie je het een beetje? Ja hoor. Okay. Zeg maar. Zeg maar. Oh ja, we zijn nu in een mooi weggetje wat een beetje eng is. We weten niet of het overleven, dus we zullen het wel zien. Ik wil niet zo raar praten. Kijk maar. Ricardo, wat is dit? Ja, met je hoofd van Lottaart. Ik ben aan het filmen, hè? Zeg dan. Hoi Frenkie Dien, we rijden een hele spannende weg. Een hele steile weg naar beneden. Ja. We doen een klein lunchje, maar dat doen we niet zomaar ergens. Dat doen we op een mega grote pontboot. Het is elektrisch, je voelt niet dat je op het water zit. Het is prachtig uitzicht, het wappert heel erg boven, dus kan ik beter hier vertellen anders. Hoor je er de ballen niet van, maar nu kletst er heel zo'n gids doorheen, dus ideaal is anders. Hou je mond, hard ook! We zitten al bijna een uur op deze boot en Mer staat nog steeds foto's te maken. Ze gaat een fotoboek maken en het gaat dus echt amazing worden. En ik denk dat ze ook een tikje onderkoeld is als ze binnenkomt. Handschoenen zijn al aangedaan. Ze wacht op het perfecte plaatje. De professionele fotografen hebben geduld. Heel veel geduld. Nou, weer aangemeerd. We hebben één nachtje dit schattige, pittoreske hotelletje. Hey Gozi, hoe is het nou? Ja, dat is één hoog. Dit valt nog reuze mee. Weet je wat hoog is? Die bergen zijn hoog. Nee, wij zijn hoog. Mm-hmm. 700 meter ongeveer, die bergen. Dit is te mis. Kijk hoe cute. Kom even mee. Kijk, Frenkie, je hebt een mooi bedje. En ik ga lekker nieuwe schoenen uit. Goed idee, dat vind ik heel netjes van je. En dan ga ik lekker slapen. Double bed met mijn lover. Mijn schoonmoeder die hier binnen checkt. Jammer, alles in orde is. Jammer, want je had bij de meiden gewild. U had gezegd, ik slaap bij de meiden. En ik had er toch op gerekend. En nu ben je teleurgesteld. Nou, zou ik ook zijn. Laat het niet, je bent teleurgesteld. Het heeft een andere wending genomen. Dat. Je bent teleurgesteld. Oké, okay, ja, ik wil niet zeggen aan een vriend bij is. Dus, ja, waar is het teleurgesteld? Dat ze met jou. Nee, dat is logisch. Logisch zou ik ook zijn. U verpest mijn avond. Nee. Dat is het rest. Reality. Ja. Nee, hè? U vindt het stook hier ook. Reality rest. Kijk op liggen. Wat is dit een aansteller, hè? Best wel. Hoor, hè? Ik heb gekeken bij het restaurant. Nee, eventjes. Met jullie willen eten, toch? We gaan toch straks eten betalen? Ja. Oké, gelukkig. Nee, dan gaat het goed. Nee, dan gaat het goed. Ik heb even maar niet gefilmd dat we aan het eten waren. Want, weet je... Wat is er nou boeiend aan? Tenminste, het is heel leuk hoor. Maar ik denk dat je trek krijgt van die beelden. En ik weet niet wanneer je het kijkt, maar stel het is 's avonds. Dan is het ook niet handig. Ik probeer ook zo min mogelijk met eten te kijken in de avond. Jullie weten wat ik kijk in de avond. Puisten. Ik ga er lekker op, maar ik krijg niet de trek van. Nee, ik moet wel zeggen dat ik erbij kan eten. Ik weet niet of dit verontrustend is, maar in ieder geval. Het is het eind van deze serie. Nog niet het eind van de Noorse vakantie, want... Morgen staat er weer een geweldige dag op ons te wachten. Ons kind is, kan ik wel zeggen, in een fase beland dat hij heel tof doet. Maar echt heel tof.
Hij... Ik dacht dat er zo'n koe met zo'n bel rustling. Hoor je die wind? It's the coast of Norway. Norway. Dus, Frankie is een toffe gedrag. Hij kan rustig, hij doet de hele tijd deze voor je. Maar niet eens zoals ik hem doe shocken. Hij shockt zo. Dus je ziet echt, dit doet hij. Dus je ziet van mijlen ver dat hij aankomt. Dat vind ik nog niet eens erg, maar hij zegt tegen iedereen stinkert. Je bent zelf stinker. Dus ik heb hem vandaag aangepakt, jongen. Echt breed. Ik vind breed. In de zin van pittig. Gressley vindt dat ik zachtaardig, ja, half bakken ei gekookt typetje ben. Maar ik vind dat ik hem lekker aanpak. Res, vind je dat ik al wat fermer optreed tegen ons kind? Ja, maar dit is zijn eigen ding, toch? Maar eerlijk, ik ben wel fermer. Nee, maar laat dat even serieus. Jij vindt altijd dat ik het te lief doe. Dat hij, niet, dat hij dan denkt van, ja, dat is het. Nou, ik heb meer het gevoel dat jij en Frankie die vrienden zijn van elkaar. En dat je ook af en toe ouder bent. Die een beetje af en toe tegen ons zegt van, hé vriend, tot hier en niet verder. Nou, ik zeg nooit, hé vriend. Ik denk dat je sowieso dan de illusie wekt dat het dan je mat is. Nee. Maar in ieder geval... Lekker bij de hand. Hoor je dat geluid? Dat is mijn vriend die zijn tenen tegen elkaar wrijft. Dat ga je niet de hele nacht doen, hè? Als twee opgedroogde salamanders die elkaar lopen te cherishen. Nou, alsjeblieft, op man. Sorry voor de wakker zijn. Het is me helemaal van die stukken vel. Nou, res aan. Cherish the love we have. We gonna cherish the love we live. Eigenlijk zijn twee voeten die zo liggen, zijn eigenlijk twee verliefde pubers. Cherish the love. Cherish the love. Op een warme zomerdag, na een dag wandelen, zal ik niet zo dicht bij Resties voeten zitten hoor. Geloof me, dat ze de sokken eraf zijn. Nee. Het is duidelijk dat we op een vakantie zijn waar het fris is. Maar anders, als dit... Nou, ik had denk nooit dat mijn plaatsgevonden. Nee, ik denk dat mijn handen een... uitwerking hebben op je voeten. Lach maar. Ga maar lekker stom doen. Ik denk niet dat het zo is. Resli heeft een behandeling gehad voor zijn handen tegen het zweten. Maar ik denk dat je voeten dan in één keer denken... Hé, hey, nieuw protocol. Sowieso niet. Ja, ik denk dat het zo. Oké, nou ja. Dat je wat minder zweet hier, dat je daar ook wat minder zweet. Het zou kunnen, maar ik denk in Dubai gaan we het echte testen. Hè? Mm-hmm. Cremmetje is ook niet verkeerd hoor, gozer. Nee, een monddoekje ook niet. Wat is er met mijn mond? Wat zeg je? Wat is er met mijn mond? Nou, bedekt hij het, hoor ik niet alles. Oh, dat is gewoon een melkkor wat jij bedoelt. Nee, een melkkor wat hij niet bijten. Met zo'n appel. Jij hebt liefst een melkkor met zo'n appel. Dat precies. Bijna. Af en toe wat hoor. Oh. Wat zeg je nou? Oeh, gekreun, help, SOS. Precies.